Daar! Oké. Dit is dus de hippie. Kan je even naar voren? Wat is hippie? Ik kan niet slapen, dat is één. En je gaat, kijk, je gaat zo lopen. Kijk, hij kan niet normaal lopen. Zijn billen zijn gespannen. Kijk, één ding wat zeker is, je wil niet thuiskomen met hippie. Want er gaan geruchten, hè, dat je de dag daarna heel veel skills verliest. En dat je dan ook iets lelijker wordt dan gewoon normaal. Maar ik ga niet verder op in de details, maar het komt erop neer. Ik krijg geen hippie. Free random, man. Er gaat een moment komen, jullie gaan het dadelijk wel zien. Er gaat een moment komen, iemand gaat sowieso vergeten dat hij kans heeft. Hippie van mij. Free random, man. Free random, man. Free random. Hey, Amelo. Randy. De man uit Amelo, hey. Die wil zien, hè. Wow. Ja. Ma, thanks, Agwan. Shema dan. Uit Maasje. Jawel. Rendon! Kom even. Kijk, ik ga gewoon nu vragen aan degene die hippie heeft. Hoe voel je? Rendon, hoe voel je dat je hippie hebt trouwens? Kijk, stop. Hij kan niet praten. Mentaal, dit is mentaal. Hoe voel je? Ik voel me een beetje zwak, een beetje emo. Ja. Maar wat voel je lichamelijk? Ja, ik voel me niet goed. Zie je? Hey, mensen, hippie is hippie niet... Muskila, groot muskila. Mieren. Mieren. Zo, kijk. Oh, joh, dat zijn, maar, zijn kleine mieren, zijn kleine miertjes, gewoon echt 1 millimeter. Ze komen gewoon... Maar die komen pas. Maar, heb je dat dan wel? Oké, ik ga de hippie nu goed uitleggen. Eén iemand kan maar tegelijkertijd in een groep de hippie hebben. Wij spreken met elkaar af dat zolang je je vingers gekruist hebt, je de hippie niet kan krijgen. Duidelijk? Oké. Er is wel één regel van hippie. Er is maar één uitzondering. Buiten dit, tijdens voetballen kan niet. Ja, dat is eerlijk. Hoe bedoel je? Nee. Voetballen kan gewoon. Ik kan zo voetballen. Als we voetballen, ik kan gewoon gamen, moeten we zo gamen. Ik kan die bal zo vragen. Ja, in de voeten. Ja, dat kan gewoon. Wij kunnen dat. Gaan we voetballen? Je ziet het, ik heb veel te zeggen in deze groep. Ja, ziet het. Matting zou gewoon. Happy. Oh ja, trouwens. Ik weet het nog niet. Wij zijn Los Barranderos en we maken chaos op de straten. We komen langs bij jou. Dat bedoel ik met chaos. Als je nou wilt dat we bij jouw pleintje langskomen, maak even een filmpje. Stuur het naar tozijntv@gmail.com. Komt nu in, sowieso linkje in de beschrijving, maar ook in beeld. En laat gewoon weten waarom wij met deze hele groep naar jou toe moeten komen, op jouw pleintje. We gaan beginnen met de toetouch. Als volgt, bovenbenen mogen niet, verplicht 2 keer. Probeer elkaar te redden, lukt het niet. Dus degene die je bal verkeerd geeft, was nog af. Oké, ja? Ik ga niet naar je staan. Oké, ik ga maar aan de andere kant staan. Go. Nee, ik ga een beetje schuin staan. Degene die de bal laat vallen of een fout maakt, krijgt piek op zijn hoofd of op zijn oortje. Cool. Keuze ligt aan jou. Ja. Koud weer. Oké, let's go. Wat? Ja, gedaan. Hij is kakaboy, hij is oorlog gehad. Oké. Maar nog een keer? Ja, je moet gewoon blijven staan. Oké. Oké, doe dat man! Maar je doet niet! Oké, ik ga gelijk doen, kom. Oké, doe maar in één keer. Maar wacht. Ricky, doe het man. Wat is een piek? Jij ook! Ja, wees mannen, kom. Oké, hier. Hé. Doe dan! Ik ga niet. Waarom gebeurt het? Doe dan! Doe! Padam! Kom, mooi, no!
Ik ja, broer, ja, Ik ben die nuke man. Als het te snel ging. Hibby boy, hibby boy. Hibby boy, hibby boy. Hibby. Oh. Hij gooit jou Eric in, deze is gemeen man. Die was... Oh. Dus hij kreeg die piek. Ik zag hem heel tijd zijn kruis weghalen. Ik dacht, oké, is goed. Eindstand, kreeg die piek aan. Oh. Ik kon die hibby geven. Zo moet je spelen. Zo moet je spelen. Hibby. Hibby is mentaal. Oh ja. Oh, is dat gemerkt? Oké, maar Reginio, Radko, ik heb een vraagje voor je. Je zat er net mentaal mee, je was gebroken, je had hibby. Ik zeg eerlijk, mensen, als je... En toen kwam het moment dat Rendo niet oplet was. En wat deed je toen? Ja, toen gaf ik hem gewoon hibby, man. Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen? Hoe zag je dat? Ik ging observeren, hij deed gewoon niks. Kijk. Sorry, je maakt slijding op straat, maar ik zag je. Maar ik strijd van hibby, man. Ik kan niet. Hé, broer. Rendo is vanaf... Je ziet, Rendo is mentaal gebroken. Rendo is mentaal gebroken. Ja! Hou niet meer te spelen. Hij gaat naar kat. EA Sports. It's in the game. It's not bad. How about this? EA Sports. It's in the game. De verliezende team gaat met zijn rug tegen elkaar staan. Dus of je nou met z'n vier bent of met z'n drieën, ga je met je rug tegenover elkaar staan. Winnende team, je mag dan een winnende rondje om hen heen maken over hun tenen heen. Oké, okay, we got this. Wij zijn met z'n vieren bij elkaar. We praten niet veel, ik heb twee jonge talenten hier. Kijk daar, dit is gewoon oude garde. Sommigen weten niet eens meer wat schiet is op deze knop. Wij zijn Barça samen met Randy en Rendo. Vamos! En deze drie zijn die andere. Kijk meer echt niet, jongens. Ja, gaan toch verliezen. Tot nu. Ja! Wil je me een commentaar van 9 proeven? Ze krijgen gewoon een bari van 9 proeven. Ja, dat wel. We treffen van Gapi, dus kom op in actie. Hoe is het Messi? Hey! Tuurlijk! Tuurlijk! Mooi kind! Dalmasi! We gaan binnen, ja, we gaan naar binnen. Binnenkant, alleen binnenkant.
Met me! Oké, okay, we praten niet meer. No, ik heb alles nodig, man. Kom op, boys. Kom op, let's go, let's go. Je kwam er binnen. Oh, shit. Zo! Oh, dat kan het echt niet. Rodriguez! Instagram nogmaals, linkje in de beschrijving. Degene die Hibby heeft, heeft hashtag Hibby op zijn Instagram. Hey, begin die op Instagram te zetten, begin. Hey, Hibby, volgende week ga je zien. Nee.